Ik denk wel dat sommige mensen die willen ook bijvoorbeeld alle landen opheffen in Europa. Die 27 zeggen, we maken er Ja, maar dat gebeurt er niet in Europa. één land van. Dat moet absoluut niet. Nee. Want juist die verscheidenheid aan smaak en dat wat je zelf beter kunt doen dan dat je het gezamenlijk doet, moet je vooral zelf doen. Dat is misschien 20, 30% van zaken die over de grenzen heen gaan. En je zegt, dat los ik in mijn eentje niet meer op. De Schone Rijn. In Rotterdam was er nooit geweest, daar zonder. En hetzelfde geldt voor de Waddenzee. Daar heb je elkaar nodig. En dan moet je ook samen beleid maken. En dat lukte vroeger gewoon niet. En dan ging het gewoon heel lang heel erg mis. En doordat je nu in een bestuursvorm zit waarbij je zelf wel samen dingen aanpakt, heb je voordelen. En dan is het ook gelijk goedkoper. Want alles wat je daarna moet opruimen aan troep in de rivieren, of wat je daarna aan nieuwe maatregelen moet bedenken in je eentje, die zijn natuurlijk allemaal duurder of lastiger, of het werkt maar half, of het werkt helemaal niet. En op dat punt nou, moet je gewoon ook wel erkennen dat Europa een tijdje de neiging heeft gehad om alles als waar centraal hier naar Brussel toe te halen. En dat is gelukkig met mensen zoals ik die gezegd hebben, hou nou toch beter uit elkaar wat je lokaal kunt doen. Sommige dingen doe je op regeringsniveau, nationaal. En een aantal dingen doen we Europees. Door het meer uit elkaar te trekken en weer meer terug te schuiven naar het lokale. Daardoor is er ook hier ruimte gekomen om de echte dingen die samen doen, samen te doen. En er zit nog wel een worsteling in tussen wat je nou doet vanuit vroeger. We hebben heel veel landbouw gedaan, voedselzekerheid. Na de Tweede Wereldoorlog waren mensen onzeker over de voedselzekerheid. Dat was natuurlijk logisch toen. Dus men heeft me heel erg ingezet, misère op de boerderij weg. En wij moeten zelf ons voedsel kunnen verzorgen. Maar ondertussen produceren we zoveel extra dat we gooien Afrika en andere landen er plat mee. En zwaar gesubsidieerd. Dus dat moet stoppen. Dat is een hele verkeerde beweging. We moeten die gelden vrij zien te krijgen voor nieuwe banen, industrie, opleidingen, innovatie. Dat zie ik nu ook gebeuren in Nederland. Daar komt nieuw werk. En daar moet veel meer geld heen. Op dat punt zie je dus ook een nieuw Europa ontstaan, een beetje iets meer op de toekomst gericht, iets minder van het verleden.